Yo, dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze vlog van zaterdag, de zaterdagvlog. Ik ga vandaag met mijn vader. Ik kom zo meteen om 10 uur, het is nu 9:45. Ik heb nog een kleine 10 minuten, 13 minuten om op het ijs te staan. Ja, natuurlijk. Je kan al bijna 1,5 week op het ijs. Dat is toch onmogelijk? Nou, ja. Kijk, het ijs... Kijk. Het ijs is nog steeds zo dik als gisteren. Dus nog steeds een beetje betrouwbaar. Maar als je meer naar die kant kijkt, is het een beetje dun. Daarom blijf ik eventjes zo, hier aan de rand een beetje. Dus, ja. Ik, mijn wekker ging vannacht af om 12 uur. Dus ik ging 2 wekkers tegelijk uitzetten. Dus ik wist niet erg hoe laat het was. Dus toen ging ik naar beneden. En opeens was het nog maar 8:15. Dus ik ben gewoon veel te vroeg uit bed gestapt. Maar ik ben wel om 8:15 wakker. Dat in ieder geval wel. Kijk. Dit is ook een beetje nieuw voor mij. Ik kijk hier. Kraakt al een beetje. Dat hij mij kan houden. Kijk, Eins. Ja, het ijs is dik genoeg hoor. Maar iedereen die zijn maat kijkt, gewoon dombo joh. Die kind gaat gewoon zomaar op het ijs. Ja, iemand die moet hem normaal testen. Of gewoon lekker rennen. Ah, ja, zie je? Het kraakt al. Hey. Misschien hebben jullie gisteren wel, of misschien vandaag, een vlog gezien. Het gaat. Ah, ik wou hem eigenlijk langer maken, maar dat kon niet. Je mobiel deed weer, zoals normaal gesproken ook. Dus ja, helemaal niks nieuws aan. Dat hij weer... uit ging vallen. Dat hij snel leeg ging. Oh ja, ik ga van naar de stad. Apple, wacht maar af. Ik ga eventjes aanklagen hoor. Nu is het... Zo. Nee, Selma die zei ook nog een keer tegen mij, Emilio, hij moet gewoon meer dan 3 tot 2 kinderen op het ijs staan, anders is het niet meer zo betrouwbaar. Nou, ik ben in mijn eentje, en als ik nu met die andere jongens ga spelen, dan is het een beetje onneuzel. Weet je waarom? Want anders kun je maar 10 minuten spelen. Ja, het ijs is gewoon lekker dik genoeg. Hé, hey, weer een ijs. Nou, kom eens even mee, kijkers. Ik moet nog even achter de camera. Nee, ik zat voor de camera. Ik denk dat ik alweer bijna weg moet, want mijn vader die komt zo meteen. En ik ga even naar de bushalte. Oha. En dan zien jullie het gevaarte wel. Ik ga hier. Oh, sneeuw. Oh, lekker. Amboelen met jou. En even kijken. Daar. Dat gedeelte. Daar is iemand gisteren het ijs gezakt. Dus daar moet je ook een beetje voor passen. Nou moet je dus niet hier. Voor mijn gevoel is die thuis ook dik. Maar ik ga even naar huis. En dan zien jullie zo meteen over een paar minuutjes weer. Later.